Hey kijkers van Kanaalslags, welkom bij alweer een gloednieuwe aflevering. Welkom bij alweer een nieuwe Minecraft snapshot. We zijn hier vandaag in snapshot 19W42A en ik ga jullie alles laten zien wat deze snapshot te bieden heeft. In deze snapshot is niet super veel nieuwe dingen toegevoegd, maar wel één enorm belangrijk ding voor redstone. En dat ga ik jullie zo even laten zien. Dus druk op het duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren en dan gaan wij gewoon lekker snel beginnen. Ik had deze video net al opgenomen, alleen omdat ik een nieuwe headset heb, heeft dit geluid van mijn microfoon verkeerd ingesteld in OBS. Dus ik moest opnieuw beginnen. Dus alles staat er al, maar dat maakt niet heel veel uit, denk ik. Ik ga het gewoon allemaal laten zien. Goed, we gaan het vandaag hebben over het honingblok en over een aantal functies met dispensers. Wat ik even ga laten zien, de belangrijkste update die is toegevoegd heeft te maken met honingblokken en slimeblokken. In vorige snapshots had je dat als je een slimeblok duwde, dat honingblokken die eraan zaten dan ook mee omhoog gingen. Dat is nu niet meer. Het is volledig weg en dat zorgt ervoor dat ik dus slimeblokken en honingblokken naast elkaar kan duwen. Zo, en dat gaat ervoor zorgen, ik zal even laten zien, zo, hier gaan we 1 en deze ook. En dat gaat ervoor zorgen dat er heel veel super gave redstone machines gemaakt kunnen gaan worden hiermee. Ik heb zo 1, 2, 3 geen super nieuwe revolutionaire toepassingen. Wat ik wel heb, is dat iets als dit, vroeger, waar je redstone blokken zo wilde verplaatsen. Als ik even een piston heb, kijk eens aan. Dan had je eerst dat als ik dit deed, dat die dan, nee, dan gaan ze allebei mee omhoog, dat werkt natuurlijk niet. Maar nu, aangezien ik hier nu honing heb, zo, kun je dit gebruiken. En kun je één voor één allebei die dingen activeren. En kun je dat ook allemaal naast elkaar zetten. Dus voor dit soort dingen zou dit heel handig kunnen zijn. En daarom ben ik best wel blij dat ze het hebben toegevoegd. Ik denk dat we daar heel wat dingen mee kunnen. Goed, wat hebben we dan nog meer? We hebben hier een slimeblok en een honingblok. En die twee gedragen zich allebei net iets anders van elkaar. Als ik hier op deze knop druk, gaat het redstoneblok aan. Maar honing, daar doet hij dat niet. Honing trekt zich niks aan van redstone signalen. Dus met honing kun je niet extreem veel wat betreft redstone machines. Alles wordt gewoon gestopt als het bij een honingblok naar binnen komt. Nog een verschil tussen die twee. Het heeft te maken met de hitbox van honing en van slimeblocks. Let op, als ik hier even op ga staan, zo, dan zul je zien dat mijn voeten nu in het honingblok zitten. En als ik op het slimeblok ga staan, dan niet. Dan staan ze erop. De bug dat de schaduw daarvan niet klopt, die zit er nog steeds in. Dat liet ik vorige week ook al zien. Die zit er nog steeds in, helaas. Maar waar dit voor zorgt, is dat als ik nu een item hierop gooi, gebeurt er niks. Als ik hem op het honingblok gooi, gaat hij er doorheen en komt hij in de hopper terecht. Dus dat kan misschien handig zijn. Ik heb bij een andere YouTuber dit gezien, waar je dus een item hierin gooit. Het gaat in de zijkant van het blok en daardoor gaat het door het blok heen in de hopper. Dus daar kan dit misschien handig voor zijn. Verder iets wat ik ook nog niet wist aan honingblokken is, ik wist dat ze alle entities vertraagden, maar bij items is dat best wel geinig. Als je hier een item tegenaan gooit, dan gaat dat ook langzaam omlaag. Maar het houdt ook zijn zijwaartse snelheid. Dus als ik hier een item gooi, zo, dan zul je zien dat dat helemaal via de zijkant daar helemaal daarheen vliegt. En ik weet niet waarvoor je dat zou kunnen gebruiken, maar ik vind het wel grappig. Het zou in ieder geval een grappig minigame-achtig iets zijn. Bijvoorbeeld even kijken dat je hier een of ander hokje hebt waar die in moet komen. Dat je dat precies moet mikken. Dus dat ik hier, nou, dan gooi ik hem hier zo. Ja, dat is niet goed. Maar als ik hem precies hier gooi, hey, ik heb hem gehaald. Nou, dat is. Goed, een fix wat betreft armor stands en dispensers. Als ik hier op druk, dan komt de armor stand er bovenuit. Als ik hem even schuin neerzet, zo, oeps. Dan zul je zien dat hij er ook aan deze kant uitkomt. En ze stacken ook. Dus hier staan er nu 3 in elkaar. 1, 2, 3. Dat hebben ze toegevoegd. Verder, kampvuren kunnen nu worden aangezet met vuurballen. Dus dat is wel heel erg grappig gemaakt. Ik denk dat het ook met ghast vuurballen kan, als die precies goed komen. Ik denk niet dat iemand dat ooit gaat gebruiken, maar ik denk dat het wel kan. Dus daar kan dit voor gebruikt worden. Het werkt helaas nog niet zo goed zo. Eigenlijk gewoon helemaal niet zelfs. Als ik hem hier neerzet en ik zet er even een knop tegenaan, dan schiet hij er gewoon overheen. Dus dat is een beetje jammer. Ik hoop dat ze dat nog gaan fixen. Maar dat is in ieder geval hoe dit zit. Dan, de laatste update die ik vandaag nog even wil laten zien, heeft te maken met de Elytra. Dus ik zal hem even opzetten. Kijk eens aan. Vroeger, dat weten sommigen van jullie misschien wel, heb je op servers heb je heel vaak last van elytra's die niet of slecht openen en waar je heel veel last van hebt.
dat ze zeggen dat dat in deze snapshot gefixt is. Dus dat het makkelijker is om je Elytra te openen vanaf allerlei punten. Zonder dat de server moeilijk doet. Dus als de server vaak lagt, dan heb je last dat je Elytra heel slecht opent. En dat zou nu helemaal weg zijn. Dus dat zou wel heel fijn zijn als dat zo is. Ik hoop echt dat ze dat hebben gedaan. En dat zou het wel allemaal heel veel chiller maken. Goed, dit was het voor vandaag. Veel meer heb ik niet. Een korte video, maar desalniettemin best een belangrijke update hier. Hopelijk vond je het een leuke video. Mocht dat zo zijn, druk dan zeker even op het duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik natuurlijk dat ik jullie allemaal weer terug zie bij de volgende video op dit kanaal. See you all later!